Hoi. Wij zijn terug met de jelly sticks nu. Ja. Ik neem aan dat de jelly fruits eerder online komen. Ja. Oké. We hebben hier maar 3 smaken. Ik weet niet of dat zo is, maar we hebben aardbei. Denk ananas. Appel en is van ananas. Ja, en appel ja. Dus. Maar ik denk dat ik dit fijner vind dan dat. Ja, dat wel. Ten eerste, dit kan je openknippen met een schaar. Ik hoop dat het niet hetzelfde smaakt. Nou, we zullen het wel zelf zien. Ik hoop eigenlijk dat het nergens naar smaakt. Ja, nog liever dat dan ergens naar smaakt. Oké. Zullen we met groen beginnen? Want die heb ik al in mijn hand. Ja. Oké, zou ik hem eerst openmaken of? Nou, ik heb gewoon straks al. Stine, zou we zo. Oh! Oké, het is dezelfde structuur. Zo uit. Oh, volgens mij. Nee, het smaakt hetzelfde waarschijnlijk. Oh. Ik krijg niet helemaal. Het is echt een jelly ding gewoon. Het is gewoon flubberig. Oh, wacht, er zit heel veel sap in. Maar kijk. Je ziet dus dat het een beetje jelly is. Ah. Oké. Okay. Ja. Weet je waar dit naar smaakt? Naar die kummies die we wel eens hebben gemaakt. Ik vind deze wel lekker hoor, als ik voor ga. Sap ga ik niet opdrinken. Vergelijking met Lionne, dit is mijne nog en die van Lionne is helemaal leeg. Ja, maar je hoort hem in één keer naar binnen te vragen. Ja, maar dat lukt bij mij niet. Ik denk niet. Dat lukt niet. Mijn mond is niet zo groot. Oké. Okay. En ik stik heel vaak in snoepjes, dus laten we dat maar niet doen. Ik vind hem... Ik ben eigenlijk al misselijk. Waar is dat... Die had ik daar. Ik vind deze wel veel lekkerder dan die andere, hoor. Dit snap ik wel. We hebben even handdoeken op schoot gelegd. Gaan we naar de aardbei? Ja, mijn handen plakken helemaal. Ik doe hem nu eerst open. Ja. Pas op. Ik vind deze wel lekker, hè? Ja. Ik heb nu deze. Ik raad jullie deze aan. Het is wel te grappig. Ja, dat gebeurt er dus steeds. Waar heb je het in één keer? Dit is echt veel lekkerder dan die jelly fruit. Ik snap niet hoe mensen die jelly fruits lekker konden vinden. Deze was echt heel lekker. Mm-hmm. Nou, ik weet, de volgende filmavond wordt die noedeldingen. We kunnen het wel volgend weekend doen, als je kan. Kunnen we misschien een keer filmen? Ja, we hadden toch al... Oh nee, dat was... Maar die was helemaal mislukt. Ja. Dus. Oké, okay, de ananas. Dat denken we tenminste. Ja. Volgens mij wel. Ik hoop niet dat het hetzelfde smaakt. Oeh. Kijk, oh, ik zou het even laten zien. Het is dus echt... flubberig. Flubber! Oké, nou, laten we beginnen. Val nog mee met de een vergelijking met jou. De jellyfruit, maar hij is niet lekker. Ik vind hem niet lekker, of wel? Jij wel? Ja, hij smaakt wel meer naar ananas, ik geef eerlijk toe. Ja. Want die andere smaakt gewoon helemaal niet naar ananas en dat was best wel, ja, dat was niet lekker. En er zat gewoon te veel water in. Ja. En ja. Maar laat even leuke video-ideeën trouwens achter in de reacties. Want ik heb wel een idee. En die willen we ook wel gaan uitvoeren.
Ik heb geen idee. Oh, ja. Waar je het net over had? Ja, waar ik het net over had. En, maar laat even weten, want ik hoorde dat jullie die video ook wouden. Maar we moeten even kijken wanneer we die gaan filmen. Ja. En sowieso willen we ook gaan filmen hoe wij filmavond doen bijvoorbeeld. Maar we hebben voor de rest hebben we niet echt meer inspiratie. Nee, omdat wij zoveel aan het opnemen zijn de laatste tijd, dat we gewoon denken... We hebben ook nog heel veel video's nog gewoon staan op hartje die hoop. Ondertussen heb ik ze nu al online, dus daarom moesten we nu eventjes weer video's opnemen. Dus... Maar jullie kunnen, we kunnen misschien vanavond ook wel een stukje filmen hoe wij... De paprika. Ja. Ja, ik weet niet, want dat is een beetje raar, want mijn ouders die zitten ook gewoon in de woonkamer. Maar... Die weten eigenlijk volgens mij helemaal niet dat jij een YouTube-kanaal hebt. Nou, dan moeten ze maar gaan abonneren, hè? Nou ja, ik ga ze nu wel, volgens mij. Nou ja, laat maar. We zullen het wel zien en wij... Ik denk van niet, maar... We willen in ieder geval wel nog een keer... filmen is van vloggen of zo. Ja. Maar zij zit met school. Ik zit nu voorlopig thuis. Stomme piepwoord. Ga het niet even niet zeggen. Want anders kunnen we hem niet online zetten. Maar ik kan gewoon video's opnemen. Maar ik vind het leuk om het samen met Leonne te doen. Ja. Dus zij kan eigenlijk alleen maar in het weekend. En als ze bijvoorbeeld een keertje vroeg thuis is van school. Maar dat denk ik niet. Want zij... Ja, ik heb best wel een druk leven. Oh, wacht, dat is van je lekker hier. Is die. Zit die aan de opname of zo? Nee. Zij zit in het eerste jaar van haar school. En ik heb een drukke... Ik haat schema. Mijn beer valt op de grond. Die valt al de hele tijd op de grond. We moeten misschien met de video gaan afsluiten, dan. Ja, laten we de video... Sorry, ze wordt helemaal afgeleid door de telefoon. Bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En een duimpje omhoog te doen. Een not. Ja, dat komt door de jelly. En dan zien we jullie de volgende keer. Doei! Ging lekker soepel ook.